Vanuit buiten is het een winkel, maar binnen lijkt het wel een museum. We zijn er beland. Dit is uh, Autopassion Beverwijk. En uh, ik zit hier nu alweer uh, aan die uh, Parallelweg uh, 7 jaar en daarvoor 19 jaar in Haarlem. Dus we bestaan al een tijdje. Uh, ja, uh, museum kan je het noemen, uh, maar voornamelijk wel in eerste instantie wel gewoon winkel van uh, heel veel uh, autosportartikelen en uh, modelauto's. Ik zie racehelmen, modelauto's en raceauto's. Wat voor formule raceauto's zijn dit? Wat hier allemaal achter me staat en rondom me heen staat, zijn uh, voornamelijk uh, Formule Renault, uh, Formule Frans en Formule 3 auto's. En ook toerwagens. Uh, wagens waar ik al uh, zo'n twintig uh, jaar in rij. En uh, door heel Europa. En, uh, dit, uh, en het mooiste is dat de mensen. Vroeger stonden deze in. Uh, toen ik in Haarlem zat met de winkel, stonden deze auto's allemaal verborgen in loodsen. En toen ik dit bandje kwam zeven uh, jaar geleden, uh, toen kon ik het ook aan de mensen zien. En uh, ja, dan is er iets meer belevingswereld, zullen we maar zeggen. Als ik deze auto's zie, zo, denk ik eigenlijk. De ruimte is eigenlijk al te klein. Ja, ja maar dat komt omdat ik een beetje drang van verzamelen heb. Dus uh, ik heb nog uh, twee andere auto's, die staan al ergens anders. Uh, nee, uh, de ruimte is te klein. Uh, het pand is te klein. Uh, uh, ik ben eigenlijk nog steeds groeiende en dat doe ik eigenlijk al, uh, eigenlijk al meer dan twintig jaar. En uh, we willen eigenlijk nog meer belevenis gaan doen. Dus uh, ik kan niet zeggen dat ik gelijk op een ander pandje. We hebben natuurlijk best een moeilijke tijd gehad met corona-toest dat soort dingen. Dus ik moest ook even uh, een beetje de buikriem aantrekken, zeg maar. Maar uh, ik heb heel veel vrienden die ook nog heel veel mooie spullen hebben. En we willen het eigenlijk aan de mensen laten zien. En uh, we hebben heel veel verzamelaars. We hebben ook heel veel mensen met hele mooie. vooral de helmen bijvoorbeeld. Ik heb heel veel vrienden in de helmenwereld. En die hebben eigenlijk alles thuis. En we hadden het laatst zaten we te brainstormen. Jongens, dan moet eigenlijk moet dit naar de buiten toe en naar de mensen toe. En dat doen we al hier. Want we hebben hier altijd zo'n zo 100, 150 helmen van coureurs staan. Maar ik heb er nog 150 thuis liggen. Dus, eh, maar daar heb ik de ruimte niet voor. Want dan heb ik geen plaats meer voor mijn raceauto's. En ook geen plaats meer voor mijn modelauto's. En daar moet ik toch van eten. Dus dat hoort er wel een beetje bij. Wat kunnen die mensen nog meer bieden als ze hier komen? We staan hier beneden, maar ik zag ook dat we boven nog een ja, etage hadden. Ja, boven is natuurlijk de winkel. Ja, die staat, er staan meer dan 10.000 modelauto's. En dat kan ik niet laten zien op een internet, dat kan ik niet laten zien in, in een webstore of dat soort dingen. Ik heb geen webwinkel. Ik heb uh, mijn hele leven gewoon een echte winkel. En uh, vooral de nieuwe generatie naar de winkel krijgen is natuurlijk heel moeilijk, want die zijn gewend van een plat schermpje alles te bestellen. Maar de oude generatie komt nog steeds heel erg langs en de nieuwe generatie gaan we dat gewoon leren. Dat is, uh, dat is mijn uh, toekomstbeleid, zeg maar. Want ik zeg altijd, uh, je moet het uh, zien, proeven, ruiken, uh, aanraken. Uh, uh, ...je hartje moet over gaan slaan als je een modelautootje in je handen hebt. En dat moet je niet van een plat schermpje kopen. En ik, ik loop er heel erg op achter. Ik weet het, webwinkels is uh, helemaal uh, wat het is tegenwoordig. Maar ik vind dat uh, anders verzamelen dan verzamelen. Ik vind dat aanschaffen. En ik heb hier gewoon de mensen als ze binnenkomen... ...nou je had het zelf net ook je kwam dat je had zoiets van... ...oké, okay, ho, oh, oh. ho. Uh, je moet even dat gevoel krijgen. En dat, uh, dat proberen we te bieden. En dat willen we nog groter gaan bieden. Nog, uh, nog mooier, nog leuker. Uh, alleen ja, locatie vinden. In deze tijd is moeilijk. En ook, uh, ik heb het hier eigenlijk in Beverwijk heel erg naar mijn zin, want we hebben alle ruimte. Je hebt hier diverse raceauto's staan. Ben je nog langs met een raceauto op een uh, circuit geweest? Nou, uh, achter me staat een hele mooie uh, blauw-gele uh, Formule 3, een krak uh, MT14 uit 1973. Twee weken geleden even lekker uh, demonstraties mogen geven op uh, Zolder. dat Was geen wedstrijden, maar. Ze belden me op en we hebben veel te veel tijd in het programma over. Kunnen hier met een paar mensen komen met Formule 3's en andere auto's? Dus we zijn met een paar vrienden heen gegaan. En uh, ja, dan is het echt lekker. Uh, ik noem het altijd maar uh, 30 minuten rij is voor mij hetzelfde als uh, drie weken vakantie. Dus dat was een goede. <laughs> ik heb wel zes weken vakantie, gaat ik zo maar zeggen. Dus, uh, en dat doen we met meer auto's. Uh, die uh, hele mooie groen-roze uh, achter me. Dan zit ik over uh, drie weken op Charade. Dat is een, een van de mooiste circuits in Europa. En uh, gaan we daar racen, met echte wedstrijden. Drie wedstrijden rijden daar in een weekend, heel druk weekend, met uh, ontzettend veel mooie auto's. Een veld van 50 van dat soort auto's, dus het is alleen maar leuk. Formule 1 op Zandvoort, uh, wat vind je daarvan? Ja, prachtig. Ja, ik, uh, ik uh, heb als kleine jongen in 1972 in de Duinen gestaan. En uh, dan krijg je een virus te pakken, daar kom je nooit meer vanaf. Dus ik volg al zo'n beetje, vanaf 1972 volg ik uh, Formule 1. En dat het weer terug is, ja, dan kan ik alleen maar een hele, hele, heel diepe buiging geven voor de mensen die daarachter zitten. Want tegenwoordig eh, bijna onbetaalbaar om dat te gaan doen. En dat het toch gelukt is, ja, is fantastisch. Echt fantastisch. Bestelde van de kans dat jij ook nog met deze auto's daar ook kan rijden? Nou ja, wij worden niet uitgenodigd, jammer genoeg. <laughs> nee, de voorprogramma's die zijn uh, de high-end autosport. Dit is natuurlijk allemaal klassieke autosport. Uh, de mensen vinden dat eerlijk leuk, hoor. Want ik heb uh, afgelopen weekend was ik in Hockenheim op de Bosch Hockenheim Historic. Fantastisch evenement met heel veel Formule 1-auto's, maar ook heel veel tourwagens, ze kennen en autos en dat soort dingen. Ja, dan loop je ook als een klein kind door een hele grote, zeg maar, uh, ja, kidstore, zullen we zeggen, maar een hele grote speelgoedwinkel. Uh, nee, voor de Formule 1 is een vast uh, gelijnd programma met Porsche Cup, uh, Formule 3, uh, Formule 2 en uh, dat soort dingen allemaal. Of uh, Formule de Formule wezen nu geloof ik met de dames, die zijn er. Uh, ja, daar kom je niet tussen. Ik zou graag willen, hoor, want ik kan hele, met mijn organisatie. Ik uh, organiseer ook wedstrijden. Kan ik ontzettend mooie uh, uh, autosport laten zien. Maar daar kom je niet tussen. Nee, helemaal niet. Dat is onmogelijk. Ik zie toevallig een poster daar hangen met, met van een tekenstrip. Vroeger had ik ook een tekenstrip. Ja. Michel Foyant. Ja. Ja, wie is daar niet mee opgegroeid? Ja, ja uh, ik heb ze een stuk gelezen. Ik heb ze nog allemaal. De meer dan 60 albums. Ik heb ze nog allemaal helemaal stuk gelezen, want dat was als kleine jongen was dat je held, die ging heel Europa door, de hele wereld door op het circuits. Dat wilde hij ook. En gelukkig voor mij zijn die dromen met een heleboel dingetjes uitgekomen. Ik heb nog heel veel dromen hoor, ik heb nog veel meer dromen is dit, maar er zijn er gewoon heel heleboel uitgekomen. Dus dat is helemaal super.